Het en julienne snijden is het versnijden van producten in smalle reepjes. Voor je de aardappels tot julienne snijdt, controleer je of de aardappels schoon en gaaf zijn. Leg de geschilde aardappel op de snijplank. Vlak de ovale aardappel eerst langs de lange kant met een chefmes af. Vlak daarna de smalle kant af tot je een rechthoek hebt. Vervolgens snij je de aardappel in dunne plakken van 2 mm dik. Leg de aardappelplakken op elkaar. Leg nu de plakjes aardappel in lengte richting voor je en snij ze in reepjes van 2 mm dik. Bewaar de reepjes aardappel in koud water om verkleuring tegen te gaan. De aardappel aflakken tot een rechthoek. Plakjes snijden van 2 mm dik. Reepjes snijden van 2 mm breed.